Patrick Lefevre, in hoeverre had jij op champagne gerekend op de eerste toerdag? Maar ik drink het toch alle dagen dus. We zien hier Yves achter jou. Hij rijdt nu in het geel. Verandert dat ook de koerswijze voor hem de komende dagen? Nee, ik denk het niet. We zijn hier om ritten te winnen. Wie dat er wint, heb ik al altijd gezegd. Het maakt mij niet uit als de man blauwe trui aan heeft. Als dat nu Yves Lampard is of like wie. Dus voor mij maakt het niks uit. Wij rijden vandaag om te winnen met Fabio. Dan moeten al die mensen die alles zoveel beter weten, zwijgen. We krijgen natuurlijk misschien wel waaiers vandaag. Morgen waarschijnlijk sowieso een massasprit. Kasseien deze week. Kan best wel zijn dat Yves de eerste hele week in het geel rijdt. Zou mooi zijn, hè? Voilà. Ook een iets minder nieuwtje bij jullie. Tom Steels moest naar huis met een coronabesmetting. Ik heb me laten vertellen dat er meerdere gevallen bij jullie in de staf zitten. Zaten, want die zijn naar huis. Dat klopt, maar 7 in de laatste week, klopt dat aantal? Ja, er waren al 3 voor vertrokken. Dus Alessandro Tenet, onze dokter. En ik weet dat niet, nog iemand. Daar hebben we 10 moeten vervangen. En dan nu gisteren Tom en onze persman. En in het begin van de week mechanieker en de diëtisten. Is dat dan nog iets wat leeft binnen de ploeg? Is er angst? Of course, natuurlijk hebben we angst. Ik ben geen banghaas, maar voor dat wel. In hoeverre ben je bang dat dit van invloed op de komende week gaat zijn? Want ja, de komende dagen zal het toch iedere dag met een bang hartje die test afwachten zijn. Ja, maar dat is al heel het jaar zo. Hè? Dus we testen altijd voor iedere koers. We testen vaak. Misschien in tegenstelling tot andere, zijn andere ploegen hoor ik die alleen testen als iemand denkt dat hij ziek is. Maar wij doen het echt iedere dag consequent. En Tom voelde zich na de koers niet lekker. Hij dacht dat zijn stem aan het breken was van de emoties. Maar hij voelde zich ook ziek. En daarom hebben we ook getest. Hij was gistermorgen negatief en gisteravond positief. En het lijkt me dan ook niet meer dan logisch dat hij gisteren ook natuurlijk met andere mensen normaal in contact is geweest. Omdat hij toen nog geen symptomen had. De hele dag in de auto gezeten met Wilfried Peters en de mechanieker. Maar ze hebben altijd... Iedereen heeft een masker aan, zelfs op massagetafel. Ja, het is wat het is. Hè. Tot slot, iedereen heeft het over waaiers, al weken in deze rit. Hoe groot acht jij die kans? Wel, je ziet vaak dat een berg een muis baart. Dankjewel.